welkom weer bij een filmpje van Beer Brothers. Het is er eventjes geleden, zo rond de feestdagen, was ik een beetje druk met allerlei andere dingen. Dus dan maken we gewoon even geen filmpjes. Maar goed, inmiddels is het 2020, dus in ieder geval allemaal de allerbeste wensen. Dat het maar een mooi bierjaar mag worden in ieder geval. En natuurlijk sowieso alle goeds op alle andere vlakken natuurlijk. Het bier waar we 2020 mee openen, dat is een mooi bier van Compaan. Of mooi zeg ik, ja, eerlijk gezegd, ik weet het niet. Compaan die heeft een triple gemaakt en een sessie threesome. Nou, een 3x3%, procentje of 9 dus een best pittig trippeltje denk ik. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, want dit is toch een klassiek Belgisch bier. En ze staan toch niet echt bekend bij Compaan om hun klassieke Belgische bieren. Maar goed, ze maken wel mooie bieren, dus waarom zouden ze niet een mooie triple kunnen maken? Dat gaan we even uitvinden. Persoonlijk ben ik wel echt een triple drinker. Ik ben ook wel erg van de hopjes en dat soort dingen, maar een trippeltje kan ik toch altijd wel erg waarderen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Compaan ervan gemaakt heeft. Wat ik in ieder geval mooi vind, is dat ze er gewoon weer een tof etiketje van gemaakt hebben. Een beetje glimmend, het ziet er gewoon wel lekker fancy uit. In ieder geval even zo de kleur bekijkend als we het zo gaan inschenken. Wat me in ieder geval wel opvalt is dat, eerlijk gezegd, ik schenk hem toch niet heel rustig in, de schuimkraag eigenlijk een beetje mager is. Dat valt me eigenlijk een beetje tegen, want meestal van Compaan verwacht je toch wel wat beters. Maar goed, ik weet het niet. Kijk, een beetje een vlak schuimkraagje, terwijl ik toch echt zeker weet dat mijn glas wel schoon is. Nou goed, qua kleur, wel echt een mooie trippelkleur, een beetje geel, licht oranje. Nou, dat is wel mooi. De geur. Ja, een beetje fruitig, maar ook wel wat gistig. Fruitig, kruidig, gistig. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ruik. Ja, ik vind de schuimkraag echt wel een beetje ruk. Dat is wel, oké. De smaak. Klein beetje fruit. Wat vooral opvalt is dat hij meteen kruidig is. Kruidig, hoppig. Zo ook wel een scherp hopje in. Maar ook een beetje kruidig. En ik vind hem een beetje alcoholisch. Nou hoeft dat voor een triple niet meteen slecht te zijn. Maar er komt wel een beetje op smaak aan. En dan vind ik altijd als een triple een beetje alcoholisch gaat worden. Dan vind ik hem wel een beetje minder. Al met al, ik vind het geen slecht bier. Want dat fruitig en dat kruidiger, dat zit er gewoon in. Dat hoort bij een triple. En dat is best goed gelukt. Het alcoholische kan, maar het is gewoon niet zo heel erg mijn smaak. Weet je, dat kan dan beter. En heel eerlijk gezegd, kijk, de kleur is prima. Maar laten we heel eerlijk zijn, zo'n schuimkraag is natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal ruk. Al met al, eigenlijk wel een beetje een jammer begin van het eerste biertje dat ik voor Beer Brothers proef in 2020. Want hij is niet slecht, hij smaakt prima. Ze hebben bij Compaan echt wel iets moois gemaakt. Maar het alcoholische, een beetje een schuimkraag die wat ruk is, maar vind ik het eigenlijk net een beetje jammer. Maar goed, ben je liefhebber van een triple? Kan je het zeker goed doen. Want je hebt er op zich een prima triple aan. Alleen wat ik zeg, het valt mij eerlijk gezegd een klein beetje tegen. Maar goed, verder. Ik ga straks gewoon lekker op de bank zitten. En dan heb ik een trippeltje erbij die echt niet slecht is. Dus daar ga ik in ieder geval wel gewoon lekker van genieten. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het kijken. En gewoon tot de volgende keer weer.